No is het nog één grote modderpoel, maar in 2023 moet hier 34 luxe vakantievilla's staan. Een flinke uitreiding voor wetterpark Zwartkruis in Noordburgum. Tiestje zette de bouw uiteind. Dat badde ondertussen erg van de wethouder en de belutsende partijen. Het worden villa's met grote dakoestekken. Dus aan weerskanten een 3 meter dakoestek over het terras heen. Zeg maar. Den Jonken in de mogelijkheid om een jacuzzi erbij te plaatsen, een sauna erbij te zetten. De geruste wennings die krijgen 4 slipkamers, badkamers, 3 stiks, 5 toiletten. Dus wanneer je met 5 stellen onderwijs bent, dan krijg je gewoon het gevoel, nou, dat is gewoon ek, jongens, ek gewoon in eigen privacy gewoon, ja, in het huis waar we omvinden kerst. De vier noordeerstelijke gemeenten willen het aantal eerlijkse onnachtings flink opschroeven. Daar past de uitbreiding van Zwartkruis goed bij, zo vindt wethouder Gelbrich Hoekstra van de Tjerkstradiel. Zij mocht eerstje de eerste peel de groen inslaan. Nou, dit gebied jouwt wel aan hoe het de Tjerkstradiel is. We hebben aan de ene kant het wetter, we moeten je zo op de Friese bekende wetters komen kennen. En we hebben stedelijk gebied in de buurt, Ljouwt, Dokkum, Grains. Maar we hebben hier ook prachtige rimpaden in het Coulisselandschap, Wetterwaarden, zo bekend om binnen en weet je, prachtig fietsen kennen. En ik kan me heel goed voorstellen dat dit meisje loopt, die gewoon een luxe vakantie willen. En dat is ook belangrijk, hè, dat je als gebied accommodaties hebt. Werd iedereen terug te kennen. De ene wil op vakantie in een tenten. En de oren kiest voor een luxe appartement. Het pleut net bij deze uitbreiding. De wuttelwerken een nieuw bouwplan voor Zwartkruis. Een riskante onderneming in tijden van corona en oprinnende groenprijzen. Maar daar maakt het Faber hem geen zorgen over. Gedurfd zeker. Wie ga ik een heel kort houden wil twijfelen, want de corona die kwam erin en toen leidt plank leeg. Toen gaan we twijfelen. Toen kwam de bouwprijs er een keer bij. Van ja, het bouwen wordt echt aardig duurder. Maar toch kregen we echt signalen dat er wel heel wat vraag is in Nederland. Terwijl Nederland zelf vooral, die in het eigen land dus een stukje onroerend goed houden wil in toerisme. De villa's kosten tussen de 4,5 en de 6,5 ton. Er is aardig wat vlecht op de kooi, want de eerste binnen intussen verkocht. Faber maakt er hem dan een geen zwaar genoeg of de rest echo in de man komt. Ik ben 12 weken van de Christ, hebben we de verkeer ingegaan, live zeg maar. En wat er nou een animo is, nee, dan zit ik daar op dit moment net over in dat die huizen net verkocht worden.